Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is voor mij vandaag maandag en de dag zit er al aardig op. Het is namelijk kwart over vijf. En zoals je ziet, ik ben de afgelopen week vlog aan het editen. Dat heb ik nog niet gedaan. Normaal heb ik het altijd al gedaan. Maar afgelopen weekend ben ik lekker aan het werk geweest. En vandaag heb ik ook nog een paar dingen gedaan. Ik ben vandaag onder andere naar de fysio geweest. En eigenlijk al dat soort dingen gedaan. Ik ben trouwens net nog even gauw langs de juwelier bij ons Akkerhof langs geweest. Want daar hebben ze dus ook dingen in de aanbieding. En omdat ze daar weggaan is alles daar eruit te kopen. En ik heb daar twee dingen gekocht waar ik super blij mee ben. Allereerst dit bedeltje. En dit is een schroefje. Die achterop een schip zit, achter iets. En ik heb deze. Die moet ik even aan de tas pakken. Want die wil ik nu dus om gaan doen. Ik wil deze nog even, die ik nu om heb, voor net houden. Ik heb hem omgedaan om aan mijn pa te laten zien. Want die heeft dus dezelfde. Maar ik wil hem dus wel heel graag nog heel even voor net houden. Maar ik heb dus ook... Daar zit er in mijn tas. Kijk, wat is. Hij is heel klein, maar wel heel erg leuk. Deze. Een heel klein... Ik weet niet of die gaat focussen. Maar ik heb echt een heel erg klein zilver klavertje. En die ga ik nu ook omdoen. Ik ga deze schroef afdoen die ik heb. Ik doe hem wel weer in het zakje. Want ik wil hem dus nog even oppoetsen. Want hij is ook best wel vies. En aangetast zilver. Dus ja. Ik ben daar dus super, super, super blij mee. En jongens, dat bedeltje was normaal 60 of 70 euro of zoiets. Zag ik op het kaartje staan. En hij is nu dus gewoon 4 euro. En het klavertje precies hetzelfde. Die was ook super duur. En hij is nu dus gewoon maar 4 euro. En dat vind ik echt een koopje. En daar ben ik super blij mee. Ik moet alleen nog een keertje een nieuwe zilver kettingje kopen. Want deze is een klein beetje kapot gegaan. Maar goed, dit schroefje doe ik dus hier in het zakje. En die wil ik dus... komend weekend eventjes oppoetsen. Ik wil komend weekend ook eventjes een hoe noem je dat? Speciaal zilverdoekje ervoor halen. Die heb ik dus niet meer. Maar hier ben ik dus super super blij mee. Ik heb nu dus het kleine klavertje om. Die je dus ook gewoon bijna niet ziet. Maar hij is wel super leuk. Ik ben er super blij mee. Ik heb trouwens ook dit rugtasje gekocht vandaag. Gewoon een doorzichtig rugtasje. Ook super blij mee trouwens. Ik had een zwarte rugtasje. Al, maar ik vond die net even iets te groot. Dus ik heb dit kleine rugtasje gekocht. En ik heb dit telefoonhoesje vandaag ook gekocht. Dit is een gewoon zwart even telefoonhoesje, maar er zit magneet op. En deze zat erbij. Dit is dus een portemonneetje. Hier zitten dus pasjes in. En die doe je dus gewoon dicht. En die kan ik dus hier, omdat die magnetisch is, kan ik die dus hier aandoen. En dan heb ik dus gewoon mijn portemonnee en telefoon altijd samen bij de hand. Kijk, als ik thuis ben, doe ik hem gewoon in mijn tas, mijn portemonnee. Maar dat vond ik super chill. En super fijn. Dus dat heb ik allemaal gedaan en gehad en gekocht. En jongens, kijk, hij is zo cute. Hij is zo klein. Ik vind hem zo leuk. I love it. Misschien is mijn kettingje net even iets te lang ervoor. Maar hey, maakt niet uit. In ieder geval. Heb ik weer een leuk bedeltje. Ik ga even editen. Dat moet ik dus nog doen. Dat ga ik nu doen. En dan ga ik even gewoon eten. Want dat moet ik ook nog doen. En ik ga vanavond nog op de koffie bij mijn opa en oma. Dus een druk middagje. En avondje eigenlijk. Ik ben de hele middag bezig geweest en zo. Dus helemaal top. Ik ga even editen. Hopelijk is dat zo af. Je hebt volgens mij vrij weinig te editen. Alhoewel ga ik de weekvlog en de weekendvlog in één voegen. Omdat het best wel aansluit en hetzelfde is. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga er aan beginnen. Ik ga mijn ding doen. En ik ben heel erg benieuwd. Oh, ik heb het zo koud, jongens. Ik ga even koffie zitten. Nu. Dit moet weg. Deze moet ik zo omspoelen. Dus ik wil even hier neer. Dus ik moet weggooien. In mijn afvalzakje die hier in mijn kamer nog staat. Altijd handig, zo'n zakje. Ik had trek in koffie, dus ik denk ik ga even gauw een kopje koffie zetten. Bijna klaar. Klaar.
Nee, ik heb het koud. Dus ik heb Emma badjes aangedaan. Emma een kopje koffie gezet. En een pakje paaskoekjes mee naar boven genomen om lekker op te schmikkelen. En ik ga even een YouTube video kijken. Morning everybody. Ik ben wakker. En ik heb daarna een video, of ging eigenlijk gisteren, een video gekeken van Alicia Mee, waarin zij sweatpants, oftewel comfy kleren, stelt. Dat ze toch comfortabel zijn, maar dat ze toch heel nice zijn om aan te dragen. En dat heb ik dus vandaag ook gedaan. Zij heeft namelijk een crop top aan. Ik ook. En een high-waisted jogger. Die heb ik ook aan. Ik heb alleen deze eronder aan. Staat alweer niet zo heel erg comfy, maar in ieder geval is ze heel erg chic. Zij heeft dan een witte sneakers onder gedaan, dat ze het combineert met de top die ze aan heeft. Dat staat wel echt heel erg tof. Dat heb ik dus niet. Maar goed, die hoeft niet alles hetzelfde. Ik heb wel gewoon witte sneakers, maar ik ben thuis, dus dat doe ik gewoon lekker niet vandaag. Ik heb lekker deze aan. Dus ik zie er ergens oké uit. Maar ergens dat ik denk, dat draag ik normaal niet. In ieder geval, wat ik wel elke ochtend doe, niet draag, maar wel drink, is een lekker kopje koffie. Dat ga ik nu ook doen. Mijn reken omspoelen. Zo is echt super tof. Ik heb echt goed geslapen vandaag. Echt heel erg goed geslapen. Ik ga nu even wachten op een kopje koffie. Zelfs mijn moeder is nog boven. Volgens mij slaapt zij nog. Wat ik niet van haar verwacht eigenlijk. Dus ik ga hier in ieder geval even de gordijnen open doen. En kijk of de cavia's wakker zijn en alles. Dus ja, we gaan het even doen. En wacht op mijn koffie. Goed, echt, ik heb dit misschien een kwartier, 20 minuten aan. Omdat ik het nu al gewoon koud heb. Dus het doet niet echt weer om dit te dragen. Maar ik dacht, het is wel leuk. Dan heb ik mijn grijze vest er maar opgedaan. Ik denk van ja, het is dan toch een soort van aangekleder. Maar nog steeds kom. Dus ik denk, doe mijn grijze vest er maar lekker op. Dat is iets warmer. Kijk, dit valt op zich wel mee. Dit sluit gewoon echt allemaal wel redelijk op elkaar aan. Maar mijn armen en zo, dat is gewoon een beetje koud. Dus ik heb lekker mijn vest aangedaan. Lekker los ook. Hoef helemaal niet dicht. Gewoon chill. Ik heb in ieder geval koffie. Dat is top. Ik heb trouwens 2-3 maanden geleden een wit hoesje besteld. En een oplaadkabel. Die oplaadkabel is nog binnengekomen. Het hoesje is als niet leverbaar ingezet. Ik kreeg dus gisteren een mail dat hij vandaag wel binnenkomt. En zoals sommigen van jullie weten ben ik echt wel een hele gek die tegenwoordig heel erg veel naar wit trekt. Witte schoenen, witte spulletjes. Ik hou gewoon heel erg van wit. Witte kleding, witte telefoonhoesjes dus ook. Dus die komt vandaag binnen en dan ben ik wel heel erg benieuwd hoe die eruit ziet. Het is een hardcase hoesje, dus dat sluit nog helemaal aan. Maar ik ben wel heel benieuwd. Maar goed, ik ga naar boven met mijn koffie. En ik ga nog even lekker een filmpje kijken ofzo. Doe ik lekker geen make-up op vandaag. Alles lekker relaxed. Goed, het is inmiddels avond. En ik heb avond gegeten. Ik ben aan het Ashland bellen, maar mijn telefoon valt net uit. Die is dus helemaal leeg. Dat is echt heel erg jammer. Maar goed, in ieder geval is het nu dus voor mij even tijd om een aantal YouTube video's te kijken, nou mijn telefoon toch helemaal leeg is. En dat zit nu eigenlijk op de planning. Ik had nog een paar dingen die ik wou doen, maar dat ben ik weer vergeten. Ik loop trouwens nog steeds in deze outfit die ik vanmorgen ook aan had. Waar ik nog steeds heel blij mee ben trouwens. Ik ben echt moe. Oh. Ik ga even een vlog inkijken van Things You Do Alas. Ook altijd leuk om te doen. Dus ja, ik loop dus gewoon nog steeds in deze outfit. Wel nu met een vest, want ik heb het nu wel fris. Maar ik loop er dus nog steeds gewoon zo leuk bij. Ik heb TikToks opgenomen daarnet, waar ik super blij mee ben trouwens. Super leuk. Maar ik ga dus even lekker een vlog kijken. En ik denk dat ik die lekker op de tv zet. Voor mij makkelijker kijken. En gewoon chillen daar, denk ik. Dus of ik blijf even hier, denk ik gewoon even hier blijf zitten. Misschien wel beter. Ik heb ook een kussentje op mijn stoel gezet, trouwens. Zodat het iets lekkerder zit. Mijn moeder heeft mijn kamer gestofzuigd vandaag. Ook helemaal top.
Zo, ik loop echt serieus de hele dag in chill outfit. En ik ben er heel blij mee. Het is gewoon zo lekker. De hele dag al. Super chill. Dus ja, ik ga mijn vlog kijken. En de hele avond nog steeds niks toe. Goed, het is inmiddels tijd om skincare te gaan doen. Ik heb hier mijn lotion. Een watje. Daar ga ik mijn gezicht mee reinigen. Dan smeer ik deze Hyaluracer. Hyaluron Booster Drops van Kruidvat op mijn gezicht. Ik merk dat het heel erg voor mij werkt, omdat ik echt nu een heel erg ongeïrriteerde, droge huid heb. Ik vind mijn gezicht echt heel netjes. En daarna smeer ik de avond Hydro Crème op. En lekker nog een crèmetje voor mijn ogen. En dit is. Dus ga ik nu doen. En daarna ga ik lekker naar bed. Ik heb een dekbedje alweer gepakt en klaargelegd. Want zoals jullie weten lig ik dus onder een eenpersoons dekbed. Omdat ik eigenlijk een soort van een beetje te veel gedoe vind om dit er allemaal af te halen elke dag. Tenminste de kussens wel, maar deze sprei zeg maar. Super dik, super onhandig. En het kost me minder tijd. En ik lig toch in mijn eentje. Dus ik heb hier genoeg aan dit. Helemaal top. In ieder geval, ik ga zo lekker slapen. En eerst even mijn skincare doen, want dat is wel belangrijk. Dus ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen allemaal. Ah, ik ben wakker en ik vlog heel gek. Ik heb mijn armen helemaal gestrekt. Maar in ieder geval, goedemorgen. Het is woensdag, ik ben lekker wakker. Gisteren door mijn skincare, ik heb extra veel crème en dingen opgesmeerd. Dus ik heb eerst gewoon serieus nog slimy-achtig van het crème. Ik ben er wel blij mee. Een verkouden resort. I know. Geen playmings of dingen met corona en dat soort shit. Ik hoor echt de hele dag door. Oh, je hebt coronavirus. Dus ik denk, jongens, hou er gewoon over op. Als je zo gaat leven, dan wordt iedereen hier besmet en gaat dood eraan. Dus liever, ik ben gewoon verkouden omdat ik in ouderen thuis ben geweest. Dat is ook gewoon logisch. Ik heb een maand thuis gezeten en in één keer kom ik weer met allemaal gekke verkoudheidjes en dingen in aanraking. En dan geeft het helemaal niks. In ieder geval, ben ik dus gewoon verkouden. Ik hoes verder helemaal niet. Niks aan de hand. Het ligt ook gewoon aan het weer. Maar goed, in ieder geval. Het is dus woensdag. Ik heb mijn kleding hier klaarleggen. Ik ga me zo lekker uitkleden. Wauw. Ook als ik wil vloggen ga ik grapen. Dus echt gisteravond ook. Maar goed, in ieder geval. Ik heb om 10 uur afgesproken in het centrum met S. Moet een paar dingetjes halen. En ik ga nu even douchen. Het is kwart over acht. Dus dat is helemaal top. Ik was echt lekker op social media aan het zoeken en dingen doen en zo. Ik heb gisteren na serieus 4 maanden mijn witte hoesje binnengekregen van een website waar ik hem had besteld. Vreselijk lang dat het geduurd heeft, maar goed. Ik ben er wel blij mee. In ieder geval was ik even social media aan het checken en TikTok en al die dingen. Maar goed, ik ga eventjes lekker douchen. Dat is ook wel weer lekker. En mijn haar moet nodig gewassen worden, want die is best wel vet. Goed, ik ben inmiddels klaar. Ik ben gewassen, tenminste lekker gedoucht en aangekleed. Ik heb mijn God is a Woman shirt aan van Ariana Grande collectie van Primark. Een lichtblauwe broek en ik heb mijn sloffen nog aan. Ik doe zo meteen lekker mijn witte of mijn grijze Nikes aan. Ik denk mijn witte Nikes. Ja, ik heb mijn skincare gedaan. Ik heb een beetje wenkbrauwgel in. Ik heb niet heel veel aan mijn wenkbrauw verder gedaan. Ik heb daarna een matte lip liner opgedaan. En oogschaduw en mascara en meer niet eigenlijk. Ik hou het de laatste tijd echt heel erg simpel. Geen foundation, geen highlighter, geen blush en al dat soort dingen. Contour, nee. Lekker, makkelijk, simpel. En toch wel nice. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb mijn oordopjes even opgeladen, want die waren dus leeg. Dus die hebben de hele nog lekker opgeladen. Ik heb koffie gezet ondertussen. Om lekker een koffietje te drinken. Ik ben ondertussen een video aan het kijken op de grote tv naast mij. Het is nog steeds dat ik denk van, staat hij hier wel goed? Maar er is verder geen andere plek waar ik hem neer zou kunnen zetten.
Dus we moeten het er maar mee doen. Maar vanaf mijn bureau is het wel echt heel erg schil kijken. Zo ernaar. Dat ik denk van, wow, het is maar heel dichtbij. Ik zei of ik er real life in zit. Maar goed, ik drink mijn kopje koffie op. Het is inmiddels 9:10, dus dat is mooi. Ik ga over ongeveer 20 minuutjes ga ik de deur uit. Ik denk als ik mijn koffie op heb eigenlijk. En ontbijt doe ik straks wel, daar heb ik nu niet zo heel veel haast naar. Want ik moet even een paar cadeautjes halen en dingen halen. Dus dat ga ik zo even doen. En ja, goedemorgen. Goed, onderweg naar het centrum. Ik heb mijn oranje harige jasje die ik in Dordrecht heb gekocht. Maar weer eens aangedaan. Ik denk dat ze wel lekker warm vestje eronder. Helemaal top. Het is kouder dan ik had verwacht buiten. En ik heb trouwens mijn doorzichtige rugtasje aan. Mijn moeder begon wel weer. Ja, kijk je wel uit dat niemand je spullen pakt? Nee mam, komt goed. Oh oh. In ieder geval morgen naar het centrum een paar dingen halen. En daarna gaat Ash lekker met mij mee. En dan gaan we zombies kijken. Disney film Zombies. En Zombies 2 gaan we dan vervolgens op YouTube kijken, want die staat nog niet in Nederland online, helaas. Maar dat komt op zich allemaal wel goed. In ieder geval nu lekker gauw oversteken voor die auto me aanrijdt. Oh. En in ieder geval onderweg naar het centrum. Ik heb trouwens mijn lichtblauwe broek aan, dat heb ik al gezegd. Oh ja. Oh ja, en ik heb mijn grijze schoenen aan, dat wil ik zeggen. Ik denk ik doe mijn grijsjes aan in plaats van mijn witte. De witte draag ik echt veel te vaak. Maar dus nu lekker mijn grijze aan. Dat is ook lekker. En het zonnetje begint te schijnen, jongens. Helemaal toppie. Echt. Heerlijk weer. In ieder geval onderweg naar het centrum. Goed, 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 goed. In het centrum. Ik hoop dat er een bus staat die mij gewoon lekker kan rijden naar het centrum. Maar ik gok van niet. Nee, ik ga 8 minuten wachten. Nou, ik ga wel lekker lopen. Goed, ik ben inmiddels weer thuis. Ash en ik hebben hier gezellig zombies gekeken. Super leuk. Ik vond het echt leuk om weer terug te zien. Ik heb een klein cadeautje gekocht van haar Tuska, haar dochtertje. Maar dat hou ik nog allemaal even voor wat het is. Ik heb een spiegel gekocht. Om hier neer te zetten. Want ja, ik elke ochtend zo ga ik het doen met zo'n klein spiegeltje. Is echt vervelend. Dus ik heb gewoon een goedkope spiegel gekocht. Bij de Action. En de hoop dat het ook iets redelijks is. Nu zet ik dus gewoon lekker hier op mijn bureau. Of ik hem zo neer. Of ik draai hem zo. En ik denk dat het leuker staat als ik hem zo zet. Dus zien nu jullie eigen. Het is ook niet al heel erg eigenlijk, maar... Nou, dit is ongeveer de midden, denk ik. Kijk. Als ik dus gewoon lekker 's morgens dan een make-upje aan het doen ben, kan ik gewoon lekker alles zien. Dan kan ik gewoon lekker mijn mascara doen en alles. En dan kan ik het hier gewoon lekker zien, jongens. Ik zeg helemaal top. Ik ben er blij mee. Het is gek dat het hier nu in één keer spiegel staat. Even iets beter zetten. Het is wel een voordeel dat hij niet zo heel erg... glijdt. Dus dat is wel heel erg fijn eigenlijk. Dat blijft hier wel allemaal netjes staan. Dus daar ben ik ook blij mee. En dan staat de boel hier ook wel een beetje scheef. Maar het blijft wel ongeveer staan hoe het moet staan. Hij staat er ook redelijk in het midden. Daar ben ik ook blij mee. Ja, plantje hier. Telefoonhoudertje hier. En voor de rest gewoon lekker alles hieronder. Waar het gewoon lekker moet zijn. Ik kan er 's morgens gewoon lekker het mandje pakken. En lekker mijn make-upje gaan doen. Dus ik ben er helemaal blij mee. En ja. Toppie. Alhoewel, ik zit nu te denken. Ik denk dat ik het allemaal in die box ga doen die ik daarboven heb staan. Ik heb natuurlijk toen zo'n kofferdingen gekocht. Lekker duidelijk allemaal. Dat ding. Daar. Ik ga hem even pakken. Goed. Alles is klaar en alles staat op de plek. En jongens, ik ben er blij mee. Het is anders en iets meer georganiseerd dan dat mijn bureau was. Als hoe mijn... toen ik een schoolleven had. Want er stond er bijna niks omdat ik alles gewoon netjes wilde houden. En ruimte nodig had voor boeken en voor een laptop. Maar nu staat het zo. Ik ben er blij mee. Daar staat een plantje.
Ik heb daar een plantje staan. En hier staat mijn cup organizer met hierboven nog niks. Tenminste, dat wil ik ook denk ik wel gewoon echt zo houden. Hieronder zit het laadje met mascara, mijn wenkbrauwenspullen en wat concealer. Meer niet, want meer gebruik ik ook niet echt. En hieronder, moet ik hem even tegenhouden, want die gaat iets lastiger open. Het is toch niet zo'n heel erg succes met deze erin, dus ik denk dat ik die er ook gewoon even uithaal. Maar hier zitten dus twee paletjes in, mijn oogcreme en een lippenbalsem. Maar ik haal deze er denk ik wel uit, want die fixing spray past wel, hij zit er netjes in. Maar hij zit net even iets te strak voor het groeien, dus die kan ik hier gewoon beter tussen zetten. Dus deze, laat je dicht doen. Dus dan is dat alles wat hierin zit en wat er staat. En dan heb ik mijn telefoon standaard hier gezet, zodat ik gewoon lekker op mijn telefoon kan. En die nodig, mijn oplaadkabel zit hier achter de spiegel en mijn spiegel staat hier. En ik vind het zo leuk, jongens. Ik vind het gewoon echt heel erg leuk om te zien. Ik heb trouwens vandaag, ik weet niet of je het een beetje opvalt. Ik ga het vanavond nog een keer doen. Ik heb namelijk vandaag mijn tanden gewit. Bij de Big Bazaar hebben ze zo'n aanbieding met een pakket om je tanden te witten. Super, super handig. Dus dat heb ik gebruikt vanmiddag. Het bevalt me wel redelijk eigenlijk. Dus ik ben heel erg benieuwd. In ieder geval, dit is ook allemaal opgeruimd. Hier ligt alleen nog een schriftje en een pen met wat notities en to-do dingen op de dag. Hier ligt mijn SD-kaartje, die heb ik hier altijd liggen. Mijn pil ligt hier, mijn bril. Daar beneden staan gewoon wat beeldjes en dingen. En hier staat mijn dagelijkse luchtje die ik gebruik. En voor de rest is alles gewoon opgeruimd. Er staat verder geen gekke dingen op mijn bureau. Alleen die spiegel moet ik wel wennen dat hier dan weer iets staat wat ik gewoon op zich elke dag wel gebruik en pak. Dus moet ik een klein beetje aan wennen. Maar goed, ik vind het niet raar staan. En het staat ook niet in de weg van de tv, dus dat is allemaal heel mooi. En er staat een spiegel. Wat ik wel heel erg leuk vind. Het geeft op de een of andere manier gelijk een heel ruimtelijk gevoel. Maar ik vind het wel wennen dat ik nu naar mezelf elke keer zit te kijken als ik opkijk. Normaal kijk ik tegen de muur en nu kijk ik hiernaar. Maar dat is op zich geen probleem. In ieder geval, ik heb een avond gegeten. En ik heb vandaag trouwens ook mijn wenkbrauwen zwart geverfd. Ik weet niet of het opvalt, maar ik heb het wel gedaan. We zijn dus zwart geverfd vandaag. En ik vind het beter, want ik heb echt heel licht, of tenminste heel donker haar nu. Dan heb ik toch wel een lichtere wenkbrauw. Dus nu heb ik mijn wenkbrauwen donkerder geverfd. Nu zijn ze heel donker omdat ik ze nog extra bij heb getekend. Dat hoeft natuurlijk niet. Maar ja, ik vind het wel leuker donker zo. Dus dat. En ik heb allemaal gekke vlekjes hier en hier. Want ik denk dat ik uitslag heb van de scrub die ik vanmorgen heb gebruikt. Ik heb een nieuwe scrub gebruikt. Ik denk dat ik daar niet helemaal tegen kan. Dus dat heeft zich uit in allemaal gekke bultjes, blaasjes. Het is vervelend, dus ik ga zo lekker mijn make-up er ook afhalen. En lekker mijn gezicht insmeren en een crèmeetje opdoen. En misschien eventjes een maskertje opdoen. Dus ja, jongens. Alles lekker rustig. Ik moet zo wennen dat ik nu daar naar mezelf zit te kijken. Heel gek. Maar goed. Dat is eigenlijk. Voor de rest heb ik geen gekke dingen gekocht of gedaan vandaag eigenlijk. Nee. Dat was het eigenlijk wel voor zo'n beetje. Ik denk dat ik zo gewoon lekker een masker op ga doen. En lekker ga chillen. Dat is ook wel eens lekker. Morning. Het is inmiddels donderdag. En ik ben wakker aangekleed. Make-up is zelfs een beetje gedaan. Alleen mijn wenkbrauwen en wat mascara. Voor de rest heb ik niks. Het is best vroeg. Voor een dag als ik niks te doen heb. Het is net 7:30 geweest. En ik heb wel iets te doen vandaag. Ik ga zo naar Natuska toe, richting school, want ik heb voor haar een paar dingen uitgeprint gisteren die ze vandaag moest hebben. Dus die ga ik zo even langsbrengen en daarna ga ik heel even een stukje wandelen in het park, vind ik wel lekker 's morgens. Dus dat ga ik zo doen. Dus ik ga ongeveer 7:50 ga ik de deur uit en dan ga ik naar de bushalte vlakbij school. Niet voor school, maar vlakbij school, want ik mag natuurlijk niet meer op school komen. Ja, dan geef ik het even af. Dan ga ik even het park in, een stukje lopen. En ja, dat is het. Eigenlijk.
heb heel onrustig geslapen. Dus ik word vanmorgen wakker en ik dacht, oh, moet ik er nu wel uit? Maar goed, verder op zich wel prima geweest. Dus ja. Ik zeg helemaal top. In ieder geval, ik ga even mijn dingen doen en dan ga ik zo lekker eventjes richting school. Maar ik ga niet naar school. Goed, ik ben weer thuis en ik heb even een koffietje gehaald net. Even koffie gedronken en ik heb even een broodje gehaald. Die ik eigenlijk de bedoeling was onderweg op te eten, maar dat heb ik niet gedaan. Dus nu heb ik hem thuis. Ik ga even tv kijken en mijn broodje opeten, want ik heb dus nog ook helemaal niet ontbeten. I know, is slecht. Moet ik wel doen. Dus dat ga ik even doen. Broodje Beenham gehaald. Met mosterd dressing op het broodje. En ik ga even een video opzetten. Spulletjes zijn aan de toeslag gebracht. Dus dat is top. We zijn net nou even koffie gaan drinken. En nu ga ik even YouTube kijken. Even ontbijten. Zometeen even een pakketje terugbrengen. En verder net op de planning eigenlijk. Oh ja, solliciteren bij T-Zorg. Karijn heeft dus, ik kreeg net een mail van Karijn. Die heeft dus nog geen baan voor me als helpende in Spijkenisse. Dus dat is echt heel erg vervelend. Maar goed. In ieder geval misschien wel. Ergens anders binnenkort. Ik heb geen idee. Best Flex heeft ook niet zo heel veel. Ze vroegen vandaag nog wel een dienst in de Meulhof. Waar ik dus afgelopen. Dus niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor dus nog heb gewerkt. Of nee, het was wel afgelopen weekend. Ja, dat was wel afgelopen weekend. Daar hebben ze dus nog een dienst vrij staan. Leef op een andere afdeling. Maar kan dus vanavond niet. Want ik heb dus vanavond al plannen staan en afspraken. Dus, en morgen ook. Dus het is een beetje een druk weekje. En mijn afspraken staan natuurlijk ook gewoon nog een volgende week. Moet ik naar het ziekenhuis. Dus na volgende week zal het wel redelijk rustig zijn. En zullen er wel mogelijkheden zijn, hopelijk, om meer te werken. Dus ja. Ik ben benieuwd. In ieder geval eventjes een video kijken. Goed, ik heb inmiddels contact met Bestflex. Want ze hebben schijnbaar voor mij volgende week, vrijdag, een plekje vrij bij de Kleppenwei. In Rome, dat is eigenlijk de stageplek waar ik eerst heen zou gaan, maar wat niet doorging, waardoor ik vervolgens naar de S ging. Dus dit is eigenlijk de plek waar ik eigenlijk terecht was gekomen als ik de S niet had. Dus ik ben heel benieuwd. Dus ja, ik zou het op zich wel heel erg leuk vinden als ik daar zou zijn. Maar ik heb net even nagecheckt. Ik kan er dan pas 5 over of 10 over 7 zijn. Dus ze zijn het nu voor me navragen. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ze hadden vandaag nog een dienst in de Vier Ambachten. Dat is bij ons een Spijkenisse revalidatiecentrum. Maar omdat ik, wat ik er net al zei, ik heb een paar afspraken staan. Dus dat gaat niet. En mijn mascara is een beetje uitgelopen. Dat zie ik. Die weinig make-up bevalt me de laatste tijd wel heel erg, jongens. Echt, ik vind het heel tof. Dus ik heb mijn agenda erbij gepakt. En even afwachten wat ze zeggen. Ik heb in ieder geval Hart van Groenewoud er wel ingezet. Want dat is, staat sowieso vast voor komende zondag. Dan heb ik, even kijken, op maandag. Laxeren. Mijn bureau beweegt een beetje. Laxeren. En dan heb ik, even kijken hoor. Dan heb ik natuurlijk ook nog het ziekenhuis volgende week. Druk weekje. Even kijken hoor. Ik wil een donker thema. Kan dat? En dan wil ik deze. Ja, oké, top. Even kijken hoor. Dan heb ik volgende week om
Dan heb ik om 11 uur. Wacht even. Ik ga even al mijn papieren erbij pakken, want ik snap er helemaal niks meer van. Goed. Ik heb inmiddels een appelsapje en ik heb super veel dorst voor deze drinken op. En daarna ga ik lekker een kopje koffie zetten. Top. Ik ga dus een kopje koffie zetten. Ik lig eigenlijk al de hele avond vanaf mijn avondeten in mijn bed. Ik ben gewoon niks aan het doen. Echt helemaal niks. Ik ben video's aan het kijken. Ik moet zo even wat was opbergen in mijn kast. Ik heb hier wat was wat in de badkamer moet. Ik ben letterlijk, jongens, helemaal niks aan het doen. Echt helemaal niks. Het is echt een chill dagje. Ik doe echt weinig. Ik doe bijna niks. Maar het is ergens wel heel relaxed. Ik heb ook lekker chill kleding aangedaan zoals je daar zit. Ik heb echt een heel rustig avondje eigenlijk. Ik ga even mijn was ophangen. Ik heb trouwens het superleukste hoesje ever binnengekregen vandaag. Ik heb namelijk zowel voor Ash als voor mij. Ik heb deze. En ik zocht zo lang een marble hoesje, maar ik kon het nergens vinden. En ik heb er één gevonden en hij is blauw. En ik zou niet eerder blauw nemen. Blauw is niet echt iets wat ik snel zou uitzoeken. Ik zou eerder voor zwart of wit gaan. Maar Ashley zei van, joh, zeg, neem dan gewoon die. Die is ook mooi. Die is echt heel tof. Ziet er gaaf uit. En ik ben blij dat ik het heb gedaan. Want ik vind hem zo leuk. Ash heeft deze. Ik ga jullie even een foto laten zien. Deze. Hij wil niet echt focussen. Maar zij heeft dus zeg maar een soort Space Galaxy-achtig hoesje. En hij is heel erg tof. Maar goed, dat is dus terzijde. Ik ben verder niet zo heel erg veel aan het doen eigenlijk. Ik ben echt alleen mijn video's aan het kijken. En that's it. Ik ga een kopje koffie zetten. En lekker relaxed in bed. Chillen. Alhoewel, ik denk ik dit Dolce Gusto-apparaat beneden ga zetten. Omdat we geen koffiezetapparaat hebben. Dan ga ik die even naar beneden brengen. En ook de cupjes beneden zetten. Omdat mijn vader elke keer verplicht is om een potje koffie te zetten. En ja, dat is ook niet nodig. Terwijl hij ook gewoon daaruit koffie kan drinken. Dus tijdelijk komt het apparaat uit mijn kamer. Goed, het is een beetje donker. Ik heb even mijn lamp aan. Ja, iets lichter, want het is voor mij tijd om te gaan slapen. Ik heb even mijn bril opgezet, want ik zag echt helemaal niks meer. S'avonds merk ik dat ik heel erg slecht ga zien. Ik zie ook echt op mijn telefoon niks, allemaal alleen maar wazig. Maar goed, daar heb ik een bril voor. Die moet ik ook gewoon opdoen. Ik heb pas gedaan. Ik heb mijn was opgeruimd. Ik heb een pleister op mijn vinger, want ik heb zojuist mijn middelvinger. Oeps. Ik heb mijn nagel afgescheurd. Ik doe best wel zeer. Maar omdat het anders hier zo strak zit en ik mijn vinger wel gewoon wil buigen, heb ik hier een knipje in gedaan. Het ziet er heel slecht uit, jongens. Zo bedoel ik hem niet. Het is echt voor het pleister. Maar goed, in ieder geval. Ik ga slapen. En ik eindig ook gelijk deze vlog. Want het leek me leuk om vrijdag bij de weekend te trekken. Aangezien ik zaterdag niet heel veel kan filmen. En zondagochtend sowieso ook niet. Dus ik dacht, ik split hem gewoon lekker in tweeën. Dus dat betekent dat het nu donderdag is en ik nu lekker ga eindigen. Ik ga morgen de nieuwe weekendvlog starten. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe deze video een duimpje omhoog. En ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe video. Doei. Slaap lekker, jongens.